De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1: Dat wat van het begin af was, wat wij hebben gehoord, wat wij met onze ogen hebben gezien, wat wij aandachtig hebben aanschouwd en onze handen hebben betast met betrekking tot het woord des levens. Ja, het leven werd openbaar gemaakt, en wij hebben gezien en leggen getuigenis af en berichten u over het eeuwige leven dat bij de Vader was. En aan ons openbaar gemaakt werd? Dat wat wij gezien en gehoord hebben, berichten wij ook u, opdat ook gij met ons daaraan deel moogt hebben. Bovendien is dit deel hebben van ons met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En daarom schrijven wij deze dingen, opdat wij in volledige mate vreugde mogen hebben. En dit is de boodschap die wij van Hem hebben gehoord en u aankondigen dat God licht is, en in eendracht met Hem is er in het geheel geen duisternis. Indien wij de bewering uiten, wij hebben deel met Hem, en toch voortgaan in de duisternis te wandelen, liegen wij en beoefenen wij de waarheid niet. Indien wij echter in het licht wandelen, zoals Hij zelf in het licht is, dan hebben wij deel met elkaar, en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij de bewering uiten, wij hebben geen zonde, misleiden wij onszelf, en de waarheid is niet in ons. Indien wij onze zonden beleiden, dan is hij getrouw en rechtvaardig, zodat hij ons onze zonden vergeeft en ons van alle onrechtvaardigheid reinigt. Indien wij de bewering uiten, wij hebben niet gezondigd, maken wij hem tot een leugenaar, en zijn woord is niet in ons. Hoofdstuk 2. Mijn kindertjes, ik schrijf u deze dingen, opdat gij geen zonde begaat. Mocht iemand niet te min een zonde begaan, dan hebben wij een helper bij de Vader, Jezus Christus, een rechtvaardige. En Hij is een zoenoffer voor onze zonden, echter niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld. En hierdoor weten wij dat wij Hem hebben leren kennen, namelijk indien wij zijn geboden blijven onderhouden. Wie zegt, ik heb Hem leren kennen, en toch zijn geboden niet onderhoudt, is een leugenaar, en de waarheid is niet in Hem. Maar wie Zijn Woord onderhoudt, in Hem is waarlijk de liefde Gods tot volmaaktheid gebracht. Hierdoor weten wij dat wij in eendracht met Hem zijn. Wie zegt in eendracht met Hem te blijven, is verplicht ook zelf zo te blijven wandelen, als Hij gewandeld heeft. Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van het begin af hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat gij hebt gehoord. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod, iets wat in zijn geval en in het uwe waar is, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en toch zijn broeder haat, is tot nu toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht, en er is in zijn geval geen aanleiding tot struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waarheen hij gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u kindertjes, omdat uw zonden u ter wille van zijn naam zijn vergeven. Ik schrijf u vaders, omdat gij hem hebt leren kennen die van het begin af is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat gij de goddeloze hebt overwonnen. Ik schrijf u, jonge kinderen, omdat gij de Vader hebt leren kennen. Ik schrijf u, vaders, omdat gij Hem hebt leren kennen, die van het begin af is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat gij sterk zijt, en het Woord van God in u blijft, en gij de goddeloze hebt overwonnen. Hebt de wereld niet lief, noch de dingen in de wereld. Indien niemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is: de begeerte van het vlees en de begeerte der ogen en het opzichtige geuren met de middelen voor levensonderhoud die men heeft, spruit niet voort uit de Vader, maar uit de wereld. De wereld gaat bovendien voorbij, en ook haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid. Jonge kinderen het is het laatste uur. En zoals gij gehoord hebt dat de Antichrist komt, zo zijn er ook nu vele Antichristen opgestaan. Uit welk feit wij te weten komen dat het laatste uur is aangebroken. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren niet van ons slag. Want indien zij van ons slag waren geweest, zouden zij bij ons zijn gebleven. Doch zij zijn weggegaan opdat duidelijk aan het licht zou treden dat niet allen van ons slag zijn. En gij hebt een zalving van de heilige. Gij allen hebt kennis. Ik schrijf u niet omdat gij de waarheid niet kent, maar omdat gij haar kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid voortspruit. Wie anders is de leugenaar dan degene die logent dat Jezus de Christus is? Dit is de Antichrist, degene die de Vader en de Zoon logent. En ieder die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon beleidt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, dat wat gij van het begin af hebt gehoord, moet in u blijven. Indien dat wat gij van het begin af hebt gehoord, in u blijft, zult gij ook in eendracht met de Zoon en in eendracht met de Vader blijven. Bovendien is dit het beloofde dat hij zelf ons beloofd heeft, het eeuwige leven. Deze dingen schrijf ik u over hen die u trachten te misleiden. En wat u betreft, de zalving die gij van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en gij hebt niet nodig dat iemand u onderwijst. Doch zoals de van Hem afkomstige zalving u omtrent alle dingen onderwijst, en waarachtig is en geen leugen, en zoals u u onderwezen heeft, blijft zo in eendracht met Hem. Nu dan, kindertjes, blijft in eendracht met Hem, opdat wij, wanneer Hij openbaar gemaakt wordt, vrijmoedigheid van spreken mogen hebben. En hem bij zijn tegenwoordigheid niet beschaamd uit de weg behoeven te gaan. Indien gij weet dat Hij rechtvaardig is, komt gij te weten dat een ieder die rechtvaardigheid beoefent, uit Hem geboren is. Hoofdstuk 3 Ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft, zodat wij kinderen van God genoemd zouden worden. En dat zijn wij ook. Daarom kent de wereld ons niet omdat ze Hem niet heeft leren kennen. Geliefden, thans zijn wij kinderen van God, maar wat wij zullen zijn, is nog niet openbaar gemaakt. Wij weten wel dat wanneer Hij openbaar gemaakt wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn, want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En een ieder die deze hoop op Hem gesteld heeft, zuivert zich, zoals Hij zuiver is. Een ieder die zonde beoefent, beoefent ook wetteloosheid. En daarom is zonde wetteloosheid. Gij weet ook dat hij openbaar gemaakt werd om onze zonden weg te nemen, en in hem is geen zonde. En ieder die in eendracht met hem blijft, beoefent geen zonde. En ieder die zonde beoefent, heeft hem niet gezien, nog hem leren kennen. Kindertjes, laat niemand u misleiden. Wie rechtvaardigheid betracht, is rechtvaardig, evenals hij rechtvaardig is. Wie zonde beoefent, spruit uit de duivel voort, want de duivel zondigt reeds van het begin af. Hiertoe werd de Zoon van God openbaar gemaakt, namelijk om de werken van de duivel te verbreken. En ieder die uit God geboren is, beoefent geen zonde, want zijn wedervoortbrengend zaad blijft in zo iemand en hij kan geen zonde beoefenen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel kenbaar. Een ieder die geen rechtvaardigheid betracht, spruit niet uit God voort, evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die gij van het begin af hebt gehoord: dat wij liefde voor elkaar moeten hebben. Niet zoals Kaïn, die uit de goddeloze voortsproot en zijn broer vermoorde. En waarom vermoorde hij hem? Omdat zijn eigen werken goddeloos waren? maar die van zijn broer rechtvaardig. Verwondert u niet, broeders, dat de wereld u haat. Wij weten dat wij van de dood tot het leven zijn overgegaan, omdat wij de broeders lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. En ieder die zijn broeder haat, is een doodslager, en gij weet dat geen doodslager eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij voor ons afstand heeft gedaan van Zijn ziel, en wij zijn verplicht afstand te doen van onze ziel voor onze broeders. Als iemand echter de middelen van deze wereld voor de instandhouding van het leven bezit, en zijn broeder gebrek ziet lijden, en toch de deur van zijn gevoelens van teder mededogen voor hem sluit, in welk opzicht blijft de liefde Gods dan in hem? Kindertjes, laten wij lief hebben, niet met het woord noch met de tong. Maar met de daad en in waarheid. Hierdoor zullen wij weten dat wij uit de waarheid voortspruiten, en wij zullen voor Zijn aangezicht ons hart zekerheid geven, met betrekking tot alles waarin ons hart ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart, en weet alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid van spreken tegenover God, en wat wij ook vragen, ontvangen wij van Hem omdat wij zijn geboden onderhouden en de dingen doen die in zijn ogen welgevallig zijn. Ja, dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Bovendien blijft degene die zijn geboden onderhoudt in eendracht met hem, en hij in eendracht met zo iemand. En hierdoor komen wij te weten dat hij in eendracht met ons blijft, dankzij de Geest die hij ons heeft gegeven. Hoofdstuk 4. Geliefden, geloof niet elke geïnspireerde uiting, maar beproef de geïnspireerde uitingen om te zien of ze uit God voortspruiten, want er zijn vele valse profeten tot de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de geïnspireerde uiting die van God afkomstig is. Elke geïnspireerde uiting die Jezus Christus als in het vlees gekomen beleid, spruit uit God voort. Maar elke geïnspireerde uiting die Jezus niet beleidt, spruit niet uit God voort. Wat meer is, dit is de geïnspireerde uiting van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij zou komen, en nu is hij reeds in de wereld. Gij spruit uit God voort, kindertjes, en gij hebt die personen overwonnen, omdat hij die in eendracht met u is groter is dan hij die in eendracht met de wereld is. Zij spruiten uit de wereld voort. Daarom spreken zij dat wat voortkomt uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. Wij spruiten uit God voort. Wie de kennis van God verwerft, luistert naar ons. Wie niet uit God voortspruit, luistert niet naar ons. Op deze wijze onderkennen wij de geïnspireerde uiting van waarheid en de geïnspireerde uiting van dwaling. Geliefden laten wij elkaar blijven liefhebben, want de liefde komt van God, en een ieder die lief heeft, is uit God geboren en verwerft de kennis van God. Wie niet lief heeft, heeft God niet leren kennen, want God is liefde. Hierdoor werd de liefde Gods in ons geval openbaar gemaakt, dat God Zijn enige geboren zoon naar de wereld heeft uitgezonden, opdat wij door bemiddeling van Hem leven zouden verwerven. De liefde bestaat in dit opzicht niet hierin dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn zoon heeft uitgezonden als zoenoffer voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo heeft liefgehad, zijn ook wij verplicht elkaar lief te hebben. Nooit heeft iemand God aanschouwd. Indien wij elkaar blijven liefhebben, blijft God in ons en wordt zijn liefde in ons tot volmaaktheid gebracht. Hierdoor komen wij te weten dat wij in eendracht met Hem blijven, en Hij in eendracht met ons, dat Hij ons Zijn geest heeft gegeven. Bovendien hebben wij zelf aanschouwd en leggen er getuigenis van af dat de Vader Zijn Zoon als redder van de wereld heeft uitgezonden. Al wie de beleidenis aflegt dat Jezus Christus de Zoon van God is, met zo iemand blijft God in eendracht, en Hij in eendracht met God. En wij, wij hebben de liefde die God in ons geval heeft leren kennen en erin geloofd. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in eendracht met God, en God blijft in eendracht met Hem. Op deze wijze is de liefde bij ons tot volmaaktheid gebracht, dat wij vrijmoedigheid van spreken hebben op de oordeelsdag, want zoals Hij is, zo zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar volmaakte liefde werpt vrees buiten, want vrees legt een beperking op. Ja, wie vreest, is niet tot volmaaktheid gebracht in de liefde. Wat ons betreft, wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Indien iemand de bewering uit, ik heb God lief, en toch zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij heeft gezien niet lief heeft, kan God die hij niet heeft gezien niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van Hem, dat degene die God lief heeft, ook Zijn broeder moet lief hebben. Hoofdstuk 5 Een ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En een ieder die degene lief heeft die geboren deed worden, heeft Hem lief, die uit diegene geboren is. Hierdoor komen wij te weten dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en Zijn geboden volbrengen. Want dit betekent de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden. En toch zijn zijn geboden geen drukkende last, want alles wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld heeft overwonnen, ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Deze is het die gekomen is door middel van water en bloed, Jezus Christus. Niet met het water alleen, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het die getuigenis aflegt, want de Geest is de waarheid. Want er zijn er drie die getuigenis afleggen: de geest en het water en het bloed, en de drie stemmen overeen. Indien wij het getuigenis aanvaarden dat mensen geven, het getuigenis dat God geeft, is groter. Want dit is het getuigenis dat God geeft. Het feit dat Hij getuigenis heeft afgelegd betreffende Zijn Zoon. Wie Zijn geloof stelt in de Zoon van God, heeft het getuigenis in Zijn eigen geval. Wie geen geloof heeft in God, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat Hij Zijn geloof niet heeft gesteld in het gegeven getuigenis, dat God als getuige betreffende Zijn Zoon heeft gegeven. En hierin bestaat het gegeven getuigenis, dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft dit leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft dit leven niet. Ik schrijf u deze dingen, opdat gij moogt weten dat gij eeuwig leven hebt, gij die uw geloof in de naam van de Zoon van God stelt. En dit is het vertrouwen dat wij jegens Hem hebben, dat ongeacht wat wij vragen over inkomstig Zijn wil, Hij ons hoort. En indien wij weten dat Hij ons hoort met betrekking tot wat wij ook vragen, dan weten wij dat wij de gevraagde dingen zullen hebben, daar wij ze van Hem hebben gevraagd. Als iemand zijn broeder een zonde ziet begaan, welke niet de dood met zich brengt, zal Hij vragen, en Hij zal Hem leven geven. Ja, aan hen die niet zodanig zondigen, dat zij de dood over zich brengen. Er is een zonde, welke de dood met zich brengt. Betreffende die zonde zeg ik niet dat hij een verzoek moet doen. Alle onrechtvaardigheid is zonde, en toch is er een zonde welke niet de dood met zich brengt. Wij weten dat een ieder die uit God geboren is, geen zonde beoefent, maar degene die uit God geboren is, waakt over hem, en de goddeloze krijgt hem niet in zijn greep. Wij weten dat wij uit God voortspruiten. Maar de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze. Wij weten echter dat de Zoon van God is gekomen en Hij heeft ons het verstandelijke vermogen gegeven om de kennis van de waarachtige te verwerven. En wij zijn in eendracht met de waarachtige door bemiddeling van Zijn Zoon, Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kindertjes, hoed u voor de afgoden.